De wethouders in Ermelo mogen voorlopig gewoon blijven zitten. Dat is de uitkomst van de gemeenteraad in Ermelo woensdagavond. Wel moeten ze aan zelfreflectie gaan doen. Wat heeft u verkeerd gedaan? Ik denk dat ik mezelf, en dat is lastig in deze tijd, maar wat eerder moet uitspreken over hetgeen wat me bezighoudt. Ik denk dat vanavond wel heeft doorgeklonken dat de wethouders ook heel noodzakelijk aan zelfreflectie moeten doen. En in mijn bijdrage heb ik ook gesteld dat een coach noodzakelijk lijkt. Zelfreflectie is moeilijk. Ik kom van uit een generatie waar het woord helemaal niet bestond. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. Twee keer, wat heeft u fout gedaan? Maar het is wel moeilijk, hè? Ja, maar ik ben een mens vol fouten. Ik maak dagelijks fouten. Dingen lopen soms zoals ze gaan. Achteraf denk je van, die had ik anders willen doen. Maar dat is een voortdurend proces. Dat heb ik dagelijks. En ik vind het belangrijk dat je verantwoording kan afleggen van wat je gedaan hebt. En dat is voor mij belangrijk dat ik dat vooral ten opzichte van mijn hemelse vader kan doen. En dat ik, als je die recht in de ogen kan kijken, dan is het wat mij betreft het allerbelangrijkste. Nog steeds.